ik ben Christel Verbeke en jullie kennen me waarschijnlijk vooral als de zwartharige van K3. Maar de laatste jaren zet ik ook mijn schouders onder heel wat kinderrechtenprojecten. Maar kinderen zijn al jaren mijn favoriete mensen. Ze zijn voor mij niet enkel ondeugende, spelende wezens. Het zijn kleine mensen die recht hebben op inspraak en hun eigen mening. En die waar ook ter wereld dezelfde rechten hebben, bedoeld om hen te beschermen. Ik heb een blijvende connectie, vooral met kwetsbare kinderen. En ik denk dat dat is omdat ik ooit een van hen was. Ik ben namelijk als tiener opgegroeid in armoede, hoewel ik dat vroeger niet besefte. Nu, wat ik als kind zelf heel hard gemist heb, is het zorgeloos zijn. Geen stress hebben over onbetaalde facturen of een lege frigo op het einde van de maand. Want armoede gaat verder dan je bankrekening. Het zit echt in heel je lijf en je raakt er nooit helemaal van hersteld. En daarom moeten alle kwetsbare kinderen in elke situatie kunnen rekenen op onze onvoorwaardelijke hulp. En ik ben ervan overtuigd dat ik samen met UNICEF toch heel wat mensen ga kunnen inspireren in vele topics over kinderrechten. En dan vooral als het gaat over kinderarmoede. En niet alleen hier bij ons, maar ook ver weg. Dus stay tuned, want UNICEF en ik, wij zijn klaar om er een serieuze lap op te geven.